Prinscarnaval, dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar in de gemeente Overbetuwe hebben ze nu een eerste prinsescarnaval. Elleveens, uit Slijk-Ewijk, mag daar, vanuit de Waalkanters, het dorp wat tijdens de carnaval Keilenburg heet, vertegenwoordigen. Nou, ik werd eigenlijk onthuld als een prins. En toen kwam er opeens een prinses tevoorschijn. Met een hele lieve adjudant, Kees Vlug. Iedereen was echt verrast. Maar ik word op handen gedragen hier in Slijk-Ewijk. Ik heb ontzettend hele leuke reacties gehad. Veel bloemen mogen ontvangen. Ook van de omliggende verenigingen. Prinses Elle geeft graag haar eigen draai aan de carnaval. En dit zorgt voor een frisse wind in Keilenburg. Nou, vrijdag beginnen we al hier met een feestavond, glitter en glamour party. Nou, iedereen mag lekker shinen. Ik hou wel van shinen. Daarom ben ik ook met deze jurk naar een trouwwinkel geweest in Arnhem. We hebben 2 carnavalsoptochten en we gaan iedere avond zijn we op stap naar de omliggende dorpen. Nou, mijn highlight van de carnaval was toch wel de pronkzitting. En in het bijzonder dat de familie er was, vrienden waren er, heel veel dorpbewoners. In de regio zijn nog weinig prinsessen te vinden. Het is dan ook een hele eer voor Elle om de eerste prinses in de Overbetuwe te zijn. Nou, een traditie is doorbroken eigenlijk, want het is altijd een prins. Vanaf mijn 18e vier ik al carnaval hier in Slijk-Ewijk. En het is altijd een prins geweest, ook in onze omliggende verenigingen hier in de Betuwe. Elle is in het dagelijks leven trotse moeder van 3 kinderen. En samen met haar man runt ze een fruitteelbedrijf. En als prinses heb je natuurlijk een motto. Mijn motto is pluk de dag en zeg nooit nooit. Pluk de dag is van je moet iedere dag aangrijpen. Want je weet niet wat er morgen kan veranderen in je leven. En daarom heb ik ook, kijk, mijn onderscheiding is ook een appel. En we hebben ook een fruitteelbedrijf. Dus het is ook letterlijk pluk de dag.